Nou, nog eentje dan. Maar deze is weer voor de verkoop. Te koop komt te staan deze. Lima. Mat 54. Was digitaal, is nu analoog. Maar heeft nog wel hele mooie front-sluitverlichting. In Lilliput. Wederom een 6400, maar dit keer met maar één motor. Digitaal voorbereid, kan zo een decoder in. Deze twee Lima's. Ja, rijden gewoon. Moeten een keer schoongemaakt worden. In Belgische spoorwegen. Locomotief 1186. Ook van Lima met een Simoba kortkoppeling aan één kant en geen koppeling aan de andere kant. Is ook van digitaal naar analoog gebracht, maar doet het verder prima. Deze mooie 1200. Samen met een heleboel NS-rijtuigen uit hetzelfde tijdperk. Samen met ook een restauratierijtuig en verschillende eerste en tweede klas rijtuigen. Dan zijn er nog enkele Duitse rijtuigen van Lima. Die gaan ook weg. Ik bedoel, dit is pas opruimen. Deze twee, Trans-Europe Express en een Hupac SBCFF FFS slaaprijtuig. Ze kunnen maar net ontbreken in je collectie. Ze zijn in ieder geval bij mij in mijn collectie te veel. Dan is er nog deze bakkenrommel. Ik hou altijd van bakkenrommel. Typische Fleischmann loks. Groot, klein. Dingetje nog in doosjes. Ja. Geen idee. Verder staat er nog te koop. Een rol. Kleine Pico lok. Deze Lilliput. Deze gaat bij de bakkenrommel. Net als deze, denk ik. Dit is de Ludmilla van een oude versie in ieder geval. Zo. Een Deutsche Bahn 043. Heeft valschade, gaat ook weg. En als laatste deze Raelion Lok. En deze Raelion Lok heeft... Laat ik even wat dingen opruimen, dan kan ik het laten zien. Zo. Deze Raelion Lok heeft twee werkende pantografen. Eén pantograaf die een beetje werkt. En één pantograaf die helemaal niets doet. Dat is de andere hier. Hij... Zo, terug. Had een buffer die ontbrak en daar zit een vervangend exemplaar op. Dus hij is zo goed als nieuw. Maar toch verkoop ik hem als gebruikt. In ieder geval diep in voor de onderdelen. Analoog, digitaal voorbereid, kan heel makkelijk een decoder in. Dus dat is een heleboel. Ik denk dat dit wel het grootste deel is. Misschien dat er nog een enkele locomotief links of rechts gaat volgen, maar... Ik kan nu zeggen, ik heb weer ruimte in de kastjes. Tenminste, als ik dit allemaal verkocht krijg. Bedankt voor het kijken en ik ga nog lekker van mijn vakantie genieten.